Dit was een unieke kans voor me. Ik had behoefte aan een nieuwe uitdaging en hoopte dat vanaf nu alles beter zou worden. Ik was namelijk uitgekozen om deel te nemen aan een gloednieuw project in het leger. Jarenlang had ik keihard gewerkt om dit te bereiken. Maar helaas was er één man die alles wist te verzieken. Ik was 18 toen ik besloot om me aan te melden voor de Amerikaanse luchtmacht. Ik werd niet gepusht, zoals bij veel jongens wel gebeurde. Ik wist gewoon niet goed wat ik wilde en besloot om mijn moeders voorbeeld te volgen, die ook voor de luchtmacht werkte. Ik solliciteerde en werd aangenomen. Mijn moeder vertelde me dat je met keihard werken en een ijzeren zelfdiscipline de beste kans van slagen had om de loodzware trainingen te doorstaan. Na een pikkelharde opleiding die 1 jaar duurde, werd ik benoemd tot officier. Als technicus werd ik meteen in het diepe gegooid en moest een probleem oplossen voor het grootste transportvliegtuig dat we hadden. Ik vond het geweldig om mijn kennis over de vliegtuigsystemen te vergroten en zo mijn team met tal van succesvolle missies te helpen. Ik was goed in wat ik deed en werd gevraagd om mee te helpen aan het opzetten van een nieuw platform. Ik was jong, ambitieus en super trots op mezelf. Niemand hield me tegen. Ik was in de bloei van mijn carrière. Het nieuwe platform bestond uit mensen van verschillende eenheden, waardoor de meningen van persoon tot persoon nogal verschilden. Aan de ene kant had je de technici voor vliegtuigbewapening, die heel serieus en hiërarchisch waren. En aan de andere kant technici voor transport, die veel losser en vriendelijker waren. Rangen deden er niet zoveel toe, maar werden natuurlijk wel gerespecteerd. We probeerden er het beste van te maken, werkten hard en respecteerden elkaars werk. Mijn nieuwe leidinggevende kwam van een gevechtseenheid en was een enorme tiran. Als hij zijn zin niet kreeg of we deden niet precies wat hij van ons vroeg, dan raakte hij buiten zinnen. Zelfs als bleek dat hij het volledig fout zag. Hij had geen enkele waardering voor ons werk en was alleen maar bezig hoe zijn superieuren zijn werk beoordeelden. Het was verschrikkelijk om onder hem te moeten werken. In het begin, als ik een foutje maakte of als ik een minuut te laat was voor het ochtendappel, dan tierde hij en schold me uit waar iedereen bij was. Maar wanneer niemand keek, trok hij speels aan mijn haar, kneep in mijn wang of trok aan mijn oorlel en vroeg me gekscherend om naar mezelf te kijken. Hij vertelde me ook altijd hoe vervelend hij het vond om me te straffen. Ik liet het gaan. Ik dacht dat hij misschien nog wel van de oudere generatie was, die er echt waarde aan hechtte een vrouw in zijn squadron te hebben. Nogmaals, het was echt zeldzaam om vrouwelijke militairen in mijn land te hebben. Ik zou nooit mensen kleineren en daarom bleef ik naar hem glimlachen en bood mijn excuses aan voor mijn ongedisciplineerde gedrag. Helaas leek dit hem alleen maar aan te moedigen om zich nog ongepaster tegenover mij te gedragen. Het werd pas ongemakkelijk toen hij me vroeg om mee te gaan op een missie naar het buitenland, zodat we elkaar beter konden leren kennen. Hij zei ook dat ik het beter kon uitmaken met mijn vriend, om vrij en flexibel te zijn, zoals hij het noemde. Hij kon niet wachten om meer tijd met me door te brengen op de buitenlandse missie. Ik wilde hem niet tegenspreken en bedankte beleefd voor zijn aanbod. Maar toen schreeuwde hij boos: "Het is een bevel!" Ik besloot om niks terug te zeggen en hem niet tegen te spreken waar iedereen bij was. Uiteindelijk was hij mijn meerdere en iemand waar iedereen ontzag voor had. Toen we terugkwamen van onze buitenlandse missie, werd alles nog erger. Hij kleineerde me om het minste of geringste. Uiteraard waar iedereen bij was. Hij eiste dat ik mij elke dag als eerst moest melden en als laatste klaar was. Het extra werk dat ik verplicht werd te doen buiten de missie om, werd steeds meer. En als ik om hulp vroeg, gaf niemand gehoor. Mijn moeder en mijn lieve vriend hielden me op de been. Ik deed netjes wat er van mij verwacht werd en vervulde alle extra taken zonder te zeuren. Ik wilde niemand een excuus geven om ook maar iets op mijn werk aan te merken. Mijn officieren waardeerden mijn inzet en gaven me een promotie. Ik was door het dolle heen. Ik dacht met mijn nieuwe benoeming eindelijk van hem verlost te zijn. Maar toen ging hij zich ermee bemoeien en vertelde ze hoe lui en slordig ik was en dat ik de promotie helemaal niet verdiende. Toen ik erachter kwam wat hij deed, besloot ik hem ermee te confronteren. Maar in plaats van zich te verontschuldigen, werd hij alleen maar bozer en zei dat ik moest oppassen voor mijn grote mond.
Hij weigerde naar me te luisteren en zei dat ik hem moest respecteren en mijn plek moest kennen. Volgens hem had ik geen enkel recht om me zo tegen hem te gedragen. Mijn motivatie verdween en ik werd steeds ongelukkiger. Vanaf die dag koos hij elke mogelijkheid om mij te kleineren zorgvuldig uit. Uiteraard steeds waar iedereen bij was. Ik had me nog nooit zo ongelukkig gevoeld en wist niet meer wat ik moest doen. Ik liet hem zijn gang gaan en hoorde te neergeslagen zijn geschreeuw aan. Elke dag. Wat kon ik doen? Hij maakte misbruik van mijn kwetsbaarheid door me continu te betasten als niemand keek. Hij ging gewoon door met zijn gedrag en legde steeds zijn hand op me als er even niemand keek. Ik wilde me niet langer zo down voelen. Alles was donker en duister. Er was niks meer waarvoor ik wilde vechten. Ik hield van mijn baan en was er trots op dat ik mijn land kon beschermen. Maar ik zag alleen nog maar hem voor me. Hij was mijn kwelgeest geworden die me steeds weer in de val lokte. Ik ging door met wat ik dacht dat mijn laatste oefening zou zijn. Daar ontmoette ik een paar oude maten van mijn vorige squadron. Toen mijn dienst erop zat, ging ik ergens nog wat met ze drinken. Ik barstte in tranen uit en vertelde hen alles wat me was overkomen. Ik vertelde hen dat ik bang was dat als ik hem zou aangeven, mijn officieren me niet zouden geloven. En dat mijn collega's zouden denken dat ik het had uitgelokt en dat het allemaal mijn fout was. Ik was bezorgd over wat de gevolgen zouden zijn als ik hem zou aangeven. Stel je voor dat de leiding hem zou beschermen en mijn verhaal in de doofpot zou stoppen. Ik voelde me al slecht, maar dan zou ik echt geen enkele kans meer hebben. Mijn ex-collega's steunden me en vertelden me dat het niet mijn schuld was. Ze zeiden dat ermee ophouden voor niemand iets zou oplossen en dat niemand het zou begrijpen. Zelfs als het management zou besluiten om alles te verdoezelen, dan zouden ze me helpen om overgeplaatst te worden naar mijn vorige squadron, waar ik me wel veilig voelde. En als dat niet zou lukken, dan boden ze zelfs aan om me te helpen met het vinden van een nieuwe baan. Toen ik thuis kwam, vertelde ik alles aan mijn vriend. In het begin was hij boos en begreep niet waarom ik hem al die tijd niets had verteld. Maar uiteindelijk kalmeerde hij en beloofde me onvoorwaardelijk te steunen. Hij zei hoeveel hij van me hield en hoe erg hij het had gevonden om me zo ongelukkig en hulpeloos te zien. Uiteindelijk, na de talloze aanmoedigingen van mijn collega's en mijn vriend, diende ik een formele klacht in. Hij werd op staande voet ontslagen en ik heb hem nooit meer gezien. Ik weet dat sommige mensen in mijn squadron schijnheilig achter mijn rug ompraten, maar dat doet me niks. Ik ben voor mezelf opgekomen en weet dat mijn vrienden en familie er altijd voor me zullen zijn. Ik heb de draad weer opgepakt en ben super gemotiveerd weer aan het werk gegaan, in de wetenschap dat hij er niet meer is. Met mijn verhaal wil ik alle vrouwen helpen die in dit soort gecompromitterende situaties zitten. Als iemand in een hogere functie misbruik maakt van zijn of haar positie, aarzel dan niet om je mening te geven. Laat je niet tegenhouden door wat de mogelijke gevolgen voor je kunnen zijn. Er is altijd wel iemand bij wie je je verhaal kwijt kunt, zonder dat je bang hoeft te zijn wat er met je gebeurt. Ik ben zelf te lang bang geweest en het heeft niet veel gescheeld of hij was ermee weggekomen. Ik ben trots op mezelf dat ik het heb verteld. Het was de beste beslissing die ik ooit had kunnen maken.